Fanny voor het Cultureel Centrum in Wachterbeke. Er is hier een tentoonstelling aan de gang over de Wereldoorlog 1, 1418. Ik zie hier de affiche. Is wacht. Welkom in het Cultureel Centrum van Wachterbeke, het Safarken. Daar hebben we het vierde en vijfde steen. Dus 1914 is België aangevallen door Duitsland. En die hadden dus ruzie. België wilde Duitsland tegenhouden, want ze wilden Frankrijk aanvallen. En Frankrijk die heeft dan bijgesprongen en Engeland ook. En mijn vriend, die staat hier met Joko. En dat is de kader van Gent. Je zult zich misschien afvragen wat dat getal hier te doen. Maar dat is een Wachterbekenaar die in Gent gefusilleerd is. Op beschuldiging van spionage. Spionage, wat is dat? Verraden waren de linies tegen de Duitsers op de hand. Bijvoorbeeld, van de brand en ze kunnen oorlog, schiet iemand door, ze krijgt zijn veernaam, en zit in de leraar. Ja, dat is allemaal in de familie, dat was allemaal. Ah, ja. Ik ga mijn vriend overlaten met deze hier.